Hallo. Wat doe ik mijn eigen toch aan? Ik wist niet dat ons pa hier ook was. Oh, zalig. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. Vandaag ben ik hier in Wildlands Adventure Zoo in Emmen. En vandaag ga ik jullie meenemen hier natuurlijk in de zoo. En ga ik ook een paar keren in de achtbaan natuurlijk gaan, dat is hier namelijk ook. En natuurlijk allemaal verschillende dieren zien in de 3 verschillende gebieden. We hebben Nortica en nog 2 andere gebieden waarvan ik de naam eventjes kwijt ben. Maar ik ga jullie vandaag een keertje gaan meenemen hier in Wildlands Adventure Zoo Emmen. En als eerste gaan we kijken nemen in Nortica. Het gebied van het ijs, weet ik van me goed. Dit park bevat dus verschillende dieren en 3 grote themagebieden. Met natuurlijk daarachter, je weet het, misschien kun je een klein stukje zien daar heel achter, ook een gigantische soort van serre. Maar het bevat ook natuurlijk een achtbaan, het is ook een flat ride daar binnenin en er is ook namelijk ook nog een... Rondtocht tussen de dieren, die is er ook nog, dus die gaan we ook een keertje bekijken. Welkom toe, Raccoon Creek. Oh, hoe schattig. Oh, het zijn toch schoon beesten. Oh, die ligt echt te slapen. Oh. Wauw. En hier is ook een echte beverburcht gemaakt. Dus we kunnen eigenlijk hier bij het water naar binnen gaan. In de beverburcht. Ik wil trouwens het park ook heel hard bedanken voor de toelating voor het filmen en ook het filmen in de achtbaan straks. Dus dat vind ik heel fijn dat ze mij hebben toegelaten om dat allemaal te mogen doen. Want ja, sommige parken mag het niet en bij deze mag het wel. Dus dat vind ik heel fijn en heel veel bedankt. Vind ik altijd een van de heel mooie dieren, de uilen. Oh, dat zijn zo schoon beesten. Op dit moment vind ik het park er eigenlijk al heel mooi uitzien. En hier is ook een aquarium, dus daar ga ik een keertje naartoe kijken. En natuurlijk, dit is het Atlantica, dacht ik, gedeelte. Dus dit is eigenlijk het kleinste gebied van het hele park. En zo dadelijk ga ik naar achter toe een keertje kijken naar de achtbaan. Einde! Ja, wat heeft dat een gek gezicht? Dag eentjes. Oh, kijk! Pinguïns! Het is wel leuk gedaan hieronder. Je kunt hieronder naar de ijsberen kijken en naar de pinguïns. En hier is een heel speelgebiedje met een paar glijbaantjes. Leuk gedaan. Echt wel mooi. Gevaar in het water. Misschien. Waarom? Ja. Ja, aan tegen de muur. Wat zeg jij? Ik heb ze al gespot. Van die schijf, van die schijf. En achter. Ja, maar er zijn ook stinkdieren. En er is eventjes Nortica 1 meegenomen, de 4D-show van hier. Eigenlijk een hele leuke 4D-show. Zeker alvast een keertje een aanrader. Dus zou ik zeker alvast een keertje ingaan, was heel fijn. Leuk ook met de animaties die je er eigenlijk in hebt zitten. De 3D-elementen, eigenlijk heel fijn allemaal. Dus zeker alvast een keertje een aanrader om te doen. Ik vond het fijn. En het is een klein beetje wachten, maar daarna heb je een hele leuke ervaring. Fijne film die erin zit. En dat was eigenlijk Nortica volgens mij. Nu gaan we een keertje kijken naar het volgende gebied en ook een keertje naar Tweestrijd. En hier gaan we een keertje naar Serenga, het tweede gebied van hier in het park. En hier mag je ook gewoon tussen de diertjes wandelen. Vind ik altijd leuk als een park dat doet, dat je dat gewoon kunt doen. Lekker van de zon genieten.
Hallo. Een muurtekeetje. En hier komen we aan bij de prairiehondenvlakte. Leuke beestjes eigenlijk wel. Oké, okay, dan loopt hier een hond. Ah, hoe mooi. Wat heel leuk is in dit gedeelte, de dieren die kunnen hier gewoon net alleen op het pad lopen. Oké, Tajan. Maar het is veilig, ze kunnen niet overgetakt daar. Allemaal heel fijn opgesteld. Ik vind het een heel fijn dierentuin. Ik hou van dierentuinen en pretparken. En dit is echt iets heel fijn. En nu gaan we een keertje kijken naar nog een paar andere dieren. En dan komt er een heel leuk stukje met een brug en ook natuurlijk de achtbaan. Een nilpaard. Ik wist niet dat ons paai hier ook was. We zijn een keertje aangekomen in het Nationale Park. Kangoeroe. Hier heb je ook Animasia. Dit is een groot binnenspeeltuin volgens mij, waar je ook kunt gaan eten. Maar dan ga ik eventjes niet binnen. Ik ga hier het rondje nemen naar de leeuwen en naar de Serenga Safari. Want ja, je kan hier ook een safari-tocht doen met een kampioenauto-achtig. Of ja, wat is het, een safari-tocht. Die kun je hier ook gaan doen. Dus die wil ik een keertje ook meenemen. Om een keertje rond te rijden bij de dieren. Dus dat lijkt me zo fijn. Ik ben een kameel. Oh. Wel, chic zo die treinen daartussenin. En dan de kamelen. Allee, hoor. Wel, echt mooi. En daar gaan we zelfs ook een keertje in gaan. Eventjes binnen in het Animasia toch een keertje gaan kijken. En is hier gewoon schildpadden. Het is hier snikheet. Oh, kijk. Zodat ik jullie slaap kon verstoren. Sorry. Dat is een groter speelgebied dan ik had verwacht. Wauw. Oh ja. Ik kan hier goed komen spelen. Het is geen lift, maar een hijsbakkie. Precies van die Mimo hier. Gevonden. Heel veel speeltuigen dat je hier kunt vinden en zelfs naakte molratten. Dat zag ik niet aankomen. Ik probeer een beetje avontuurlijk te zijn. Daar gaat hij dan, een klein beetje het klippergoed doen. Zover als het gaat. Dat is wel leuk gedaan, joh. En hij gaat zo ver. En hier kunnen ze zelfs naar een heel ander gedeelte gaan. Naar de andere helft. Ik ben een beetje boek. Ik ben er te groot voor. Ah, oké. Okay. Ja, leuk. Oh, wauw. Gitaar, giraffen en al. Dit is mooi onderhouden. Wauw. Ik was nog iets vergeten te vertellen van die 4D-cinema, maar eigenlijk op een gegeven moment heb je ook, klein spoiler, heb je zo van, natuurlijk van die ratten die rondom je voeten gaan, en dan gaan er van die spoeiertjes af en ijskoude lucht dat naar je toe wordt geblazen. Heel fijne 4D-show. Maar juist even naar die speeltuin naar binnen. Die is groot. Zeker als het een beetje slechter weer is, is dat heel handig voor met de kinderen. En dit gebied hier vind ik heel mooi gedaan. Het is open en mooi. En daarachter heb je de serre, waar we daar straks ook nog naartoe gaan, met ook nog een flat ride erbinnen. Dus dat vind ik eigenlijk wel leuk, zo'n combinatie. Maar nu ga ik een keertje naar de rondtocht met die Uggie-achtig ding. En ik weet niet als jullie het goed kunnen zien, maar achterin zit de tweestrijd. En een kameraad van mij heeft gebeld gehad. Ze zijn allebei open, dus dat is handig. Dat zijn 2 achtbaancredits voor mij. Het is op het moment ook nog niet zo druk in het park. Het is nog altijd vrij vroeg, maar er zijn heel veel verschillende kraampjes waar je eten en drinken kunt halen. Alles is heel mooi verzorgd. En als je vlak bij het hotel hier kortbij zit, ja, dan ben je op 5 minuten in het park en krijg je ook nog korting. Dus ja, dat is wel handig.
En ik ga eventjes naar de hairstudio. Oh ja, wacht, ik heb niet zoveel hair. Oh, zolang je maar met je eigen kunt lachen. Ik ga heel eventjes de stokstaartgrot in. Oh, hemel. Oh, hallo. Oh, een binnen, die breedje was dat hier. Stokstaartjes? Stokstaartjes. Ja. Laten we een keer een kijkje nemen op de Serenga Safari. In de rechterhand krijgen wij de impala's te zien. En de impala's zijn onze springkampioenen, want ze kunnen namelijk super hoog springen. Maar hoe hoog kunnen ze nou eigenlijk springen? Ze kunnen ongeveer 3 meter hoog en maar liefst 10 meter ver springen. Ze zouden als ze willen zelfs over onze trip heen kunnen springen met een klein aanloopje. Maar dat doen ze niet zo heel erg gauw. Dit omdat ze een klein beetje sluw zijn. Stel op de weg. Nou, hier rechts zien jullie ook onze rotschildsierassen. Of nou worden ze kunnen ongeveer 4 tot 6 meter groot worden. Wij hebben op dit moment ook 3 baby giraffen. Baby giraffen. Baby. Hallo. Ook een grote. Daarom dicht bij de waterbronnen, maar dit ook voor hun eigen veiligheid. Zijn zij in gevaar, dan gaan zij het water in. Komt de vijand dan nog dichterbij, dan gaan wij. En dat was eventjes de Serenga Safari-tocht. Een hele fijne tocht. Ik vind het altijd zo'n leuke toevoeging. In België heb je bijvoorbeeld zoiets als de Grotten van Han. Daar heb je ook zo'n safari-tocht. Die duurt wel veel langer en het is een heel uitgestrekt gebied. Maar dit is een kleiner gebiedje. Maar ik vind het een heel fijne toevoeging. Die 2 keer dat je door het water gaat, hoe kort dat je bij de dieren komt, af en toe moet je wachten voor de dieren die oversteken. Heel fijn gedaan. Nu ga ik een keertje richting 2-strijd en de dieren nog een keertje bekijken die we tegenkomen, om dan 2-strijd te gaan doen. Dus 2 achtbanen zijn er ook in het park die je fijn kunt gaan meepikken. Maar heel fijn gedaan. Ik vond ook de stafleden of de medewerkers die op de... Ik vond ook de medewerker die onze busje bediende een hele fijne medewerker. Die legde alles heel super goed uit. Maar ja, ik neem jullie nog eventjes verder mee naar de rest van de dieren en de 2-strijd. En hier hebben we heel veel mantelbavianen. Maar echt heel veel. Mooi gebied eigenlijk. Ook een beetje speciaal met die stellingen. Wauw. En hier komen we aan bij 2-strijd, de achtbaan van het park. En hier gaan we naar 2-strijd. Leuke wachtrij. Wat mij wel opvalt hier in het park is dat ze heel veel goed en goed voorzien zijn voor massa's volk. Duurzame landbouw. Zalig. Woe! 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 Woe!
redden je toch. En achteruit. Woe. Woe. Oh, zalig. Woe. De strijd is letterlijk een strijd tussen twee achtbanen waarmee ze bijvoorbeeld het goede doel gaan steunen. Dus je kunt in één van de twee achtbanen gaan en degene die wint en uiteindelijk het meeste punten heeft, dat is dan uiteindelijk ook het geld voor het goede doel. Dus ik vind dat een leuk principe. De baan is trouwens gemaakt door V-Koma, gaat 60 km per uur en is 222,5 meter lang. Ja. Dat is wel een leuke baan. En ja, ik heb al eentje gedaan. Dat is heel tof. Nu de andere. Hoppa. Oh. En nu zitten we hier boven aan deze kant. Hola. Oh, dat gaat echt... Oh, jammer. Oh, we gaan dat zelf. Oh, achteruit gaan. Oh. Dat voelt je wel. Wee. Eventjes meerdere rondjes gedaan op twee strijd. Hele fijne baan, een soepele baan, van V-Koma natuurlijk. Heel soepel baantje, het zijn er leuk. Ik heb een paar re-rides gedaan omdat ik mijn portemonnee ben kwijtgeraakt. Dat doe ik normaal nooit en dan ben ik het kwijtgeraakt geweest. Gelukkig heb ik het terug. Maar ja, de twee strijd dan net gedaan. Heel fijn baantje, zeker en vast ook een aanrader. Net hetzelfde als de alle rest hier in het park. En nu nog een beetje verder genieten van de dieren en dooren. Daar lopen. De reetje komt zo. Kom hier zo doorheen, jongens. Eila. Oei, jongen. Die zie je vast. Nou, Daniel, zijn meerdere badges. Het is echt wel leuk gedaan dat je ze door de trein kunt rijden. En hier kunnen ze komen eten. Kijk dat, joh. En hier komen we aan het derde gedeelte van het park, Jungola. We gaan een kijkje nemen met de avontuurlijke klim- en klauterroute. Dit is wel heel leuk gedaan. Sorry voor de aanblazen, maar het is hier heel warm. Heel mooie vlinders. Oh, al die vlinders. Oh, hoe mooi. Wauw. Ja, het zijn net veel aan het steken. Ik vind het eigenlijk. Huh? Kijk, Peetje. Mama. Ik ben een beetje van mij, ik ben een beetje van mij. Ik ben een beetje van mij. Ik ben een beetje van mij. Ik ben een beetje van mij.
gewoon mee. Maar ze daarom hadden bijvoorbeeld zo'n BM-stam, hadden ze helemaal zo'n maken. Dat ze zich mentaal bezig worden en met z'n kiepen ook nog. Zal iets met jou komen mee? Ja. Dat is. Ja, hier. Hier kunnen aapjes overkomen en er is ook een doolhof, maar die sla ik eventjes over. Gaan we met de vlot over? En hier gaan we de grote serre achter binnen bij Rimboula, waar ook de Rimboula River is. Een riviertocht. Ze hebben hier heel grote volières en ook ja, grote dierenverblijven, vind ik. Dat is heel leuk om te zien. En hier kan je ook een vaartocht doen, dus die gaan we zelfs een keertje meenemen. Net een boottochtje gedaan en hier hebben we de Jungle Trail. Laten we een kijkje nemen. Een beetje klimmen en klauteren. Een beetje bovenaan kijken naar de dieren. Hoppa, laten we een keertje kijken. Moet erop letten. Het is zich warm. Dat doe ik mijn eigen toch aan. En hier hebben we het volgende stuk van het klimparcours. Een beetje opletten. Dat we niet uitschuiven. En hier zitten we door de dieren te wandelen. Tussen de dieren, niet toch. Het is wel een leuke toevoeging, vind ik. Dat zie je bij weinig van deze parken eigenlijk, dat je dat hebt. Als je deze tocht doet, moet ik je waarschuwen. Er zitten stenen bij en het is hier warm, dus je bent gegarandeerd aan het zweten. Dan kun je aan de laagjes kijken. En je kunt ook naar de uitkijktoren. Op hoop van zeggen dat we niet vallen, want er zit mos op, zie ik. En als je hier valt, dan breek je toch iets volgens mij. We zijn er. Ja! Vol motivatie. En jij zegt, is het klimparcours gedaan? Het is toch niet echt iets voor mij, ik denk dat mijn kennis is het niet goed keurt. Maar hier zijn er een paar olifanten. Fantastische dingen, hè? Een hele goede middag allemaal. En van harte welkom hier op Wildlands. En natuurlijk van harte welkom hier in Noortica. Ik zal mezelf even voorstellen, mijn collega Bianca, en mijn naam is Maartje. En wij gaan jullie het een en ander vertellen en laten zien over de dieren die wij hier hebben. Onze Mila. En Mila is toch echt een Californische zeeleeuw. Nou, onze Mila is een van onze jonge dames. Rond de 10. Gemiddeld een groep van 14 stuks. Maar ja, een zeehond en een zeeleeuw. Dat zijn twee dieren die vaak met elkaar verward worden, want we horen hier regelmatig van vrouwen laten gaan ze zeehonden voeren. Nou, die kunnen snelheden behalen van 35 km per uur als ze dat willen. Ze maken vaart met hun voorvinnen en sturen met hun achtervinnen. Nou, die vinnen zijn natuurlijk te zich aan heeft door in en uit zich te zwemmen en boven te springen. Dan zul je zien dat zij, zo snel mogelijk naar de kant toe putten en zo ontsnappen. Op het land. Nou, de bakjes die zijn alweer heerlijk leeg gegeten, dus dat houdt ook alweer in dat we aan het einde zijn gekomen van onze presentatie. Fijne bazen en weer tot volgende keer. Dank je. Er is eventjes de show meegenomen van de zeeleeuwen en de zeehonden. Leuke show en ook fijn dat ze zo'n beetje de voorstelling doen van wat is een zeeleeuw en weet ik veel nog wat. Leuke show, heel fijn, ook allemaal goed uitgelegd. En dan heb ik eigenlijk alles gehad hier volledig in het park. Het is een heel fijn park, leuke souvenirs ook. Ik ben er juist eventjes in de souvenirshop geweest en heel vriendelijk en fijn personeel. Dus
Dus ja, het is echt een heel fijn park waar je de hele dag kunt genieten, vind ik persoonlijk. En het is zalig gewoon. Het is een heel leuk, rustig park. Het personeel is super vriendelijk en het is zo een aanrader. En zo ben ik op het einde gekomen van deze hele fantastische dag. Ik moet zeggen, het is een heel mooi park. Alles is heel mooi verzorgd, alles wordt ook goed uitgelegd. Vriendelijk personeel en ook eigenlijk waar de dieren zitten, ziet er heel goed uit. Zeker vast een aanrader. Het was ook zeker goed dat ik naar hier ben gekomen en de achtbaan ook een keertje meenemen. Maar ben ik gekomen op het einde van deze vlog. Ik hoop dat jullie dit een fijn vlog gevonden. Doe dan dat duimpje omhoog en alle rest. En dan zie ik jullie bij een ander vlogje. Maar mijn naam is Jens en tot de volgende vlog. Doei!